De straten in de nieuwe wijken van Nikeri, die nog niet van een naam zijn voorzien, krijgen vanaf morgen een naam. Minister Edmund Leylis van Binnenlandse Zaken zal morgenochtend in de Van Pettenpolder het startsein geven voor het straatnaambordenproject in Nikeri. Districtscommissaris Wetprakash Julum Singh weet hier alles van en vertelt aan reports wat er allemaal zal gebeuren. We zijn niet nu, we zijn een hele poos bezig om het ministerie van Binnenlandse Zaken en deze CBB zover te krijgen om de straatnamen, straten die geen namen hebben, om te voorzien van namen. Nadat de commissie was ingesteld, was men geconfronteerd met een heleboel aanvragen voor vernoemingen van straatnamen. Ze hebben een aantal erdoor heen gelegd. En men is nu zover, de commissie van meneer Abrahams, Errol Abrahams, die is meerdere malen hier geweest om zaken op te nemen, op te meten, voorstellen die er waren mee te nemen. En we zijn nu zover, woensdag aanstaande, dat is morgen, gaat men beginnen met het plaatsen van de eerste straatnaamborden. In de Van Pettenpolder, de twee gebieden die het meest in het oog springen, dat is Van Pettenpolder en Henaar. En de bedoeling is dat ze binnen een maand al die straten van namen voorzien. En daarna gaat men komen met de huisnummeringen. Wat nu prioriteit geniet, zijn de straatnamen. En direct daarna gevolgd door huisnummeringen, waardoor we in ieder geval eindelijk die straten van namen hebben voorzien. Volgens de burgervader is hij al langer dan 2 jaar bezig met de afdeling van het Centraal Bureau voor Burgerzaken die belast is met straatnamen. Vanwege onderbezetting van de afdeling is toen niet veel ervan terechtgekomen. Nadat de commissie is gekomen van Abrahams, heeft men heel hard daaraan gewerkt en we zijn nu wel zover. We hebben alle ondersteuning gegeven, we hebben ook heel hard daaraan getrokken dat men in ieder geval een keer prioriteit geeft boven andere districten. Omdat ik gemerkt heb dat men sinds de vorige verkiezing hiermee bezig was en er niets van terecht is gekomen. Dus ik ben blij dat het nu wel zover komt. Even ter verduidelijking, het gaat om de wijken die nog niet van straatnamen voorzien zijn. Het gaat om wijken en straten die niet van namen zijn voorzien. En men gaat beginnen met Van Petten, daarna gaat men naar Groot Henaarpolder. En daarna zijn er nog enkele straten in de andere resorten die van namen voorzien moeten worden. Maar men gaat eerst die grote resorten nemen en grote delen nemen waar nog straatnamen moeten komen. Dat was districtscommissaris Julum Singh over het straatnaambordenproject dat morgen van start gaat in Nikeri. De minister van Binnenlandse Zaken komt zelf om het eerste naambord te plaatsen.